Amtshuis in Druten. Het Amtshuis in Druten is een statig gebouw. Eigenlijk was het ambtshuis een hofstede, een herenboerderij. Deze werd midden 18e eeuw voor 3650 gulden aangekocht om de rechtbank een plek te geven. Het ambtshuis is een rechthoekig gepleisterd bouwwerk met statige hoge ramen en dateert waarschijnlijk uit de 16e eeuw. Het gebouw werd in 1758 ingrijpend verbouwd tot ambtshuis. Er kwamen kamers in waar heren konden vergaderen. Er kwam een vierschaar, een soort rechtbank, om recht te spreken. Deze vierschaar dateert uit de periode rond 1760 en het houtwerk is gesneden door meester timmerman Kloek in Lodewijk de 15e stijl. Tegenover de vierschaar, naast een doorgang, zitten twee ijzeren klemmen. Die zijn bedoeld om de handen van de verdachte vast te maken, zodat de verdachte tijdens de zitting geen onverwachte handelingen kon uitvoeren. In dit ambtshuis was ook een herbergier om het de hoogedele naar de zin te maken. Op de eerste verdieping staat een stuk uitgevoerde beeldengroep. De beeldengroep stelt de allegorische figuren van Maas en Waal voor. Een pilaar met een man en een vrouw, met tussen hen in twee kruiken met vloeistof die leegstromen. Het opschrift Inter Amnestuta betekent tussen de stromen veilig. De maker van de beeldengroep is de in 1764 in Oostenrijk geboren J.M. Rief. Het beviel hem goed in Druten. Hij bleef, werd kerkmeester en stierf er ook in 1855. Sinds 1920 ziet het ambtshuis eruit zoals we het nu kennen. Maar de functie die erin beoefend werd, zou niet lang meer gehandhaafd worden. Want het kantongerecht werd begin jaren 30 van de 20e eeuw opgeheven. De platenspeler uit de jaren 30 van de vorige eeuw die in de hal staat, komt als geroepen. Wisten jullie dat je ook 78 toerenplaten had met housemuziek?